Maar Jesse, weet je hoe erg het waait daarboven? Weet je hoe die wind? Dat is een heel andere luchtstroom. Huh? Heb je dat niet geleerd bij Alex? Mensen van boven de 1,85 hebben het echt zwaar. En bij Beach? Oh, dit is ook. Oh, goeiedag! Ik gooi een heupje. Oh, goeiedag! Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En als je nieuw bent, welkom bij ons. Ik ben hier met Sophie. Hey. Hallo. Dit is aflevering 3 van mijn nieuwe serie. Ja, leuk dat ik erbij mag zijn. Ik moest gewoon even kijken in jouw kledingkast nemen. Oké. Ik word beter. Ik heb altijd gezegd van, ik heb niks met stijl en ik heb niks met kleding, maar ik vind... Dat is niet waar. Jij hebt wel ook met stijl. Jij bent altijd hartstikke fashionable gekleed. Nou, ik persoonlijk vind dat niet, dus ik vind het heel interessant om bij andere mensen even een kijkje in je kledingkast te nemen. Oh, ik had echt heel erg bij jou het gevoel van, oh ja, Jessie, die weet echt precies wat ze doet en die heeft allemaal van die edgy items en zo. Nee, echt niet. Het is echt gewoon, als ik uit de douche stel, dan is het gewoon, oké, broek, t-shirt, dit. En dan sta ik soms in de spiegel te kijken en dan denk ik echt, als ik nou gewoon even 10 minuten de moeite had gedaan, dan had ik het. Ja, om erover na te denken, maar weet je hoeveel pijn het doet aan je hersenen om daar elke dag maar over na te moeten denken? Laten we beginnen met wat je nu aan hebt, want je hebt dit aangetrokken omdat je waarschijnlijk dacht dat dit leuk was. En dat... Meer foto's waar ik heb dit aangetrokken, want ik vind dit leuk. Ik heb dit aangetrokken, ik ben altijd heel erg van de comfortabele kleding. Ik hou ervan als het comfortabel is. En dan vind ik het ook mooier. Als ik het gevoel heb dat ik me er lekker in voel, vind ik het mooi. En ik had het idee dat ik dus gewoon moest gaan omkleden, dus ik dacht er wat makkelijks aan. En ik doe tegenwoordig wat meer kleur dragen, dus ik wou dat gelijk even doorvoeren in deze video. Maar ik hou wel gewoon lekker een nude outfitje, lekker sportsofjes. Ja, ik vind dit dan kleur, maar dit is voor mij. Oh, dit is kleur? Voor mij wel, ja. Maar normaal ben je zwart of wit? Ja. En dat moet eruit. Dit is kleur. Ja. Dit is nude. Dit is nude. Oké, help me even door de outfit heen. Ja. Dit is casual, hier ga je gewoon mee boodschappen doen. Ja, lekker een nude truitje. Lekker kleur. Ja, zoals je kan zien is het gewoon voornamelijk wel weer gewoon comfortabel. Mm-hmm. Maar wel, voor mij is dit dan nog een beetje speelser met die gaten in die broek. Maar voor mij, zeg maar, casual is echt gewoon een broek en een trui. Het is je lucky day. Je mag kiezen. Ik mag kiezen? Of een Converse of een gewoon een, je weet toch? Ik zou voor Converse gaan. Ja, dat vind ik leuk. Met zo'n spijkerbroek en dan witte All-Stars, dat vind ik heel leuk. Talk more about this. Ik ben de laatste tijd, zoals je net zag op binnenkwam, helemaal into the baggy jeans met sneakers eronder. Ja, heel Avril Lavigne skaterboy. Ja, dan een mesh top. Dit kan je zeg maar, dit kan je ook zo'n soort fishnet, dat zou ook leuk eronder. Ja, zeker. Ik vind dit wel echt leuk gecombineerd. Ik zou het echt nooit kunnen bedenken zelf. Nou, ik had het gezien bij Erica Jane van The Real Housewives of Beverly Hills. Ze had ook zoiets aan, met zo'n mesh ding zwart en dan zo'n topje erover. En toen dacht ik, dat is zo leuk. Toen heb ik een mesh ding gepakt, topje gedaan. En toen heb ik het één keer aangedaan en toen vond ik het zo leuk. En dan dit in combinatie, want dit is super strak en dan is dat super baggy. En dan gewoon Nike is inderdaad eronder. Air Jordan Ones, Mokka. Ik vond het een hele leuke outfit. Zeg maar, zo zou ik boodschappen doen, zo zou ik een dagje gaan shoppen. Cool, ik vind het nog wel, zeg maar, er is nog wel over nagedacht. Het is niet, je bent niet lekker, zeg maar, als je dit aandoet. Het is wel een put together look, zeg maar. Ja, maar dit is zeg maar, ik die er iets meer tijd in probeert te steken. Ja. Maar dit is wel, als je dit aantrekt, dan voel ik me waarom een bad bitch. Dan denk ik gewoon van, ja. Dan gaan we door naar date night. Dit is, ik ga uit en ik voel me super extra. Dit is, ik heb een date en ik wil echt, zeg maar, alles eruit halen. Dit is gewoon. Oh, dan moet ik eventjes zorgen. Oh my god. Staan we aan? Ja, we lopen. We draaien. Nou, ik loop niet zo heel hard op deze schoen hoor. Nou, dit is toch een klein hakkie. Dit is niet zo hoog. Hoe hoog? Hier kan ik een dag op lopen. Nou, ik denk in 10 minuten. Echt? Ja, ik loop nooit op hakken, maar ik ben zo lang. Ik ben al 1,85 hè. Dus met hakken. Ik vind het heerlijk dat zo'n boss bitch ben. Ja, toen ik ging lopen, ik zo'n Bambi aan de ijs. Dit is mijn Joshy Boga pink look. Oh ja, ik vind dit echt, ik hou van broekpakken. Ik vind dat echt iets heel sophisticated hebben. Ik ben blij dat ik dit woord mag gebruiken. Alsof je jezelf under control hebt. Ik voel me er ook echt soort van, echt zo'n zakenvrouw. Voor mij is het echt in combinatie met tatoeages. Als je zo'n broekpak aan, dan zijn mensen altijd echt zo van... Ja, nee, het is juist die
verrassende combinatie die er dan voor zorgt dat je denkt, oké, dit klopt niet, maar het is wel echt super tech. Ik denk dat dit een van mijn leukste setjes in mijn kledingkast is. Ja, ja, dit is, omdat jij dus zo helemaal ervoor ging, dit is zeg maar mijn, als ik een première heb, jurk, zeg maar. Is het altijd deze jurk? Nee, niet altijd deze jurk, maar ik heb hem 3 keer aangehad. Zeg maar echt out there. Hij was voor een psychologie gala, toen ik nog studeerde had ik hem aangetrokken. Oh, wow. En toen heb ik hem een keertje bij Roast aangehad en een keertje laatst bij een feestje. Het is gewoon, ja, hij heeft natuurlijk ook een open ruggetje. Hij heeft een open ruggetje. Open ruggetje. Maar een beetje zoals dit van dat gewoon grote Marilyn Monroe haar, rode lipstick. Ja, je hebt gewoon een beetje over nu, ja, ik wil er mijn balans houden, maar jij staat ook een beetje zo, toch? Maar het is wel... We gaan nu naar de... Voor mijn laatste outfit, nee, voor jouw laatste outfit, voor mijn één laatste outfit. En dat is de... Ga lekker maar zitten. Ja hoor, ik meen... Is het even, het is helemaal niet een hoge hak of zo. Zeg maar, dit is een 10 centimeter. Maar Jesse, weet je hoe erg het waait daarboven? Weet je hoe die wind? Dat is een heel andere luchtstroom. Heb je dat niet geleerd bij Alex? Mensen van boven de 1,85 hebben het echt zwaar. Nu lijkt het net alsof in zo'n videoclip zit zo. Ja toch? It's chicken. Oké, haal me even door de look heen. Dit is jouw chill outfit. Dit is ja, ik heb deze toevallig recentelijk besteld en ik voel me zo op mijn gemak hierin. Zo fijn. Ja, wat ik leuk vind eraan is dat hij een beetje zo'n wash effect heeft. Mm-hmm. En het ziet er gewoon super noncha uit. En ik hou gewoon van die noncha look. Ik vind als mensen echt goed, leuk, noncha eruit zien. Ja. Dus er is een hele dunne lijn tussen, zeg dat, verpauperd, verloerd gewoon dit. En ik denk dat jij dat echt zou kunnen ownen. Ja. Ook omdat je al die tattoos hebt en dan wel goed make-up erop, weet je wel. Het is... En ik voel me hier echt een soort van lekker LA en dan zo'n burkentasje erbij en dan goede sneakers en dan gewoon... Ach, zomaar, toevallig paparazzi, maar ik zie het toch fantastisch uit, weet je wel. Ja, ja. Maar dit is ook gewoon, ik vind, het voelt heel lekker, het is heel lekker zacht. Ja. Het is echt een lekker, maar ik moet dit pak ook hebben. Dit is zeg maar, dit is gewoon... Ik lig op de bank, but I'm still a bad bitch. Oh, dit is ook... Oh, goeiedag! Ik gooi een heupje. Oh, goeiedag! Ik ga gewoon soms als ik op de bank lig, mensen schrijven, lig ik gewoon helemaal zo, gewoon op de bank. En dan denk ik echt, oh ja. This is my ass. I did something, weet je wel? Ja. Als je dan op de bank je ligt, Netflix kijken en dan komt een pakketje dat je dan toch gewoon naar de deur kan lopen en echt denkt... Ja, yeah, love it. Oh, ga je wel een pakketje. Ja, dit is zeg maar wel... Kijk, dit is natuurlijk gewoon best wel baggy outfit. Als ik dan de hele dag thuis... zit, maar ik wil wel hitsen met mijn vriend, dan doe ik dus zeg maar zo'n chill outfit aan. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel echt zo van... Ja, maar dit open, van dit ziet er makkelijk uit. Ik ben zo, zo klaar. Ik kan niet gewoon dit nog aanhouden. Ja, 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 dat kan zeker. Alles kan. I love it. Oké, okay. En nu is het tijd voor mijn favoriete outfit. Zo van, als ik dit aandoe, dan... Gewoon echt niemand kan mij iets. Nou, weet je wat grappig is? Jij zegt het dan zo, oh dat doet niemand mij iets. Ik heb gewoon een outfit gekozen. Oh, dit vind ik wel een leuke outfit. Dit vind ik wel een leuke outfit. Dus ik heb het gevoel dat de lat wel heel hoog ligt nu. Ja. Maar ik wou eigenlijk dan die jurk doen als deze outfit. Maar ik heb dan dus een andere outfit die ik gewoon wel leuk vind. Waar ik dan zelf wel gewoon van denk van, oh ja, is wel leuk. Dus, dit is zo'n... Echt een titi-jurkje, ik hou daarvan. Ja, daarom had ik hem ook uitgekozen. En een hesbroek. Ja, ik zal even uitleggen waarom dit mijn favoriete outfit is. Het is ook gewoon weer simpel. Mm-hmm. Maar ik vind het wel, je kan het overal naartoe aandoen. Dus als ik uit eten ga, kan ik dit aandoen. Als ik een afspraak heb, nou ja, ligt er een beetje aan. Zakelijk kan het wel, toch? Ja, zakelijk vind ik het eigenlijk ook wel oké kunnen. Ik heb het een keer aangehaald naar een opening. Die broek is gewoon... En ook altijd als ik die broek aan heb, dan zegt iedereen... Oh, wat een leuke broek heb je aan. Nou, die is wel een beetje iconic, deze broek. Ja, dat is echt wel een soort steen. Want hij ziet zeg maar dit in. Ja, zeker. Hij duwt je bont zeg maar naar buiten. Ja, het is voor mij gewoon de perfecte combi tussen simpel, maar wel een beetje zo... Ja, ja. I like it. Ja? Wat is je favoriete outfit? Oeh, dat vind ik lastig. Ik denk... Ja, de chill outfit, omdat ik dat pak gewoon echt heel lekker vind. Ja. Maar dat is meer zeg maar, dat wil ik heel graag, waar ik mezelf het meest fabulous en uit vond zien, was natuurlijk die jurk. Ja. Dat was echt ook de boobs en hoe dat zat en whatever. Zou je mijn outfit zeg maar zelf ook aantrekken? Of is het meer zo van, oké, leuk dat ik het aan, het ziet er wel leuk uit, maar ik weet niet of ik het Nou, die roze zou ik sowieso aantrekken, dit zou ik ook aantrekken. Die skater outfit zou ik niet aantrekken. Die broek was iets te groot voor mij, vond ik zelf. Maar als de broek zou passen, zeg maar, als het allemaal... Ja, ik vind bij mij ook, omdat ik al lang ben, maar dat is ook gewoon hoe ik naar mezelf kijk, omdat ik al lang ben. Dit is voor mij zeg maar maximum
Ik hou wel van bij, maar het moet wel voor mijn gevoel. Ik vond het, vond ik een toffe outfit, maar meer dat ik dacht, oh ja, leuk voor jou en voor mij. Okay. Het waren er drie toch in totaal? Ja, het waren er drie. Ja, nee, die andere twee. Dat, nice. Dat is, omdat ik meer met kleur bezig ben, zou dat wel echt goed bij me passen. En wat is, zeg maar, waar haal jij zelf je kleding inspiratie vandaan? Is het gewoon waarvan je weet van, dit staat goed bij mij, dus daar kijk ik naar? Of is er echt een bepaald iemand waar je naar kijkt? Zo van, deze persoon is een beetje hetzelfde, dus wat bij haar werkt, werkt bij mij. Ik heb niet per se echt een fashion icon eigenlijk. Ik heb toevallig laatst een Pinterest board gemaakt en toen leuke kleren op. Zeg maar meer ook omdat ik wat meer bezig wil met mijn styling, zeg maar. Dat het bij mij toch wel gewoon vaak een beetje uit makkelijkheid is en gewoon maar wat aantrek. Dus ja, ik probeer wat meer ermee bezig te zijn, maar het is nog steeds wel een beetje. LA mensen zoals Tana Mojo en zo, zeg maar, hun kleding vind ik toch heel tof. Ja. Dus ik kijk er dan vaak naar, soms werkt het niet helemaal. Mm-hmm. En soms hebben ze ook echt dingen aan dat ik denk van, nou, hier kan ik bijvoorbeeld eens naar Nikita Dragon kijken. Dan heb ik zoiets van, dat kan ik zeg maar nooit aan, want dat kan gewoon niet. Maar wel een beetje mensen zoals een beetje die TikTok LA mensen. Ja, precies. Want die skater outfit, zeg maar, dat had iedereen in LA kunnen aanhebben. Ah, misschien dat ik toch nog wat beter op moet letten bij die TikTok mensen. Dat waren alle outfits. Ja. Ik vond het heel leuk om een kijkje in je kast te nemen. Ik hoop dat het gewoon weer snel normaal is, want het weer gewoon leuk, alle events en dingen en dat we elkaar outfits kunnen laten zien. Nou, de eerste volgende keer dat ik Jessie tegenkom, dan weet ik dat ik jouw broek aantrek en jij in mijn broek. Dat was de video. Vond jij de video leuk? Geef een duimpje omhoog. Laat het me in de comments weten wat jouw favoriete outfit van Sofie was. En je favoriete outfit van mij was. Heel benieuwd hiernaar. Heel benieuwd. Ik hoop dat jullie allemaal reageren. Want wij vinden het super leuk om alle leuke comments te lezen. En dan zie ik jullie de volgende keer.